De gemeente Kocheland heeft op 22 april de tentoonstelling De Slag op de Zuiderzee geopend. Ik ben direct betrokken geweest bij het onderzoek naar de Slag op de Zuiderzee. En ga hier vanmiddag een inleiding houden over dat onderwerp. En wat is precies uit het onderzoek van de Slag van de Zuiderzee gekomen? Er was eigenlijk niet zo heel veel bekend over de Slag op de Zuiderzee, terwijl het toch een hele belangrijke zeeslag is geweest. Het is een zeeslag tussen aan de ene kant de regeringstroepen, de Spanjaarden en de Amsterdammers, en aan de andere kant de opstandige geuzen van het leger van Willem van Oranje. En tegen alle verwachtingen in hebben de geuzen tegen het grote Spaanse leger, de vloot, gewonnen. En in de geschiedschrijving is er heel veel aandacht besteed aan allerlei delen van de 80-jarige oorlog. Maar juist aan dit aspect is eigenlijk zelden of nooit aandacht besteed. En waarom is er dan nooit aandacht aan besteed? Het grote Amsterdam, wat uiteindelijk de hoofdstad is geworden, die zaten in het Spaanse kamp. Dus in het kamp wat we later beschouwden als de vijand. En de meeste historici komen uit Amsterdam en die waren natuurlijk niet zo blij met dit stukje geschiedschrijving. Dus dat is onder het vloerkleed geveegd een beetje. Waarom is dit nou per se zo belangrijk voor Kocheland? Nou, Kocheland is natuurlijk een plattelandsgemeente. Er zijn geen steden hier. Maar het platteland heeft ook echt heel veel te lijden gehad en te maken gehad met die burgeroorlog hier. Nou ja, de expositie is natuurlijk toch voor onze inwoners wat achtergrondinformatie over hoe dan West-Friesland, en daar hoort Kocheland bij, hoe dat is ontstaan. En dat het niet vanzelfsprekend is dat het nooit anders is geweest. Er is daar wel echt een gebeurtenis geweest die de omwenteling teweeggebracht heeft. En waarom wilden jullie als kunstcommissie de tentoonstelling naar Kocheland halen? Ja, we vinden sowieso de Slag op de Zuiderzee is een omwenteling geweest in de geschiedenis. Dus dat vinden wij mooi om hier aan de inwoners te vertellen. En dan ook nog specifiek ook wat het voor de mensen toen in Kocheland betekende. En wat hoop je dat deze expositie bereikt voor de inwoners van Kocheland? Nou, dat ze sowieso een terugblik krijgen van oké, hoe ging het dan 450 jaar geleden. Maar ook vooral dat ze begrijpen dat het niet altijd zo is als dat het nu is. En dat er heel veel is veranderd. En dat we daar heel veel van kunnen leren.